Voordat ik bij Unlimited People kwam, was ik heel erg moe. Lichamelijke klachten, rug, keel, veel huilen, nergens meer zin in. Dus ik herkende eigenlijk mezelf niet meer goed. Iedere dag ging ik naar mijn werk. Ik werk fulltime als apotheker. Net een hele hectische periode op mijn werk gehad. En in mijn optiek was dat de oorzaak van al mijn lichamelijke en klachten, zeg maar. Toen dacht ik echt, ik heb helemaal geen burn-out. Wat kom ik hier in hemelsnaam doen? Ja, en toen begon ze wel over emotie en over wat er in het verleden misschien gebeurd zou kunnen zijn. Toen dacht ik, oh, wacht even. Volgens mij ben ik hier gewoon om te horen van ik mag zoveel dagen werken en wat mijn werkgever doet is niet goed. Dus toen dacht ik wel, het gaat misschien wel wat dieper dan dat ik gedacht had. Dus dat vond ik wel spannend in het begin. Ja, ik dacht, er zit denk ik dan toch iets dat het nu niet goed gaat. En ik dacht dat ik dat allemaal wel verwerkt had. Dus er moet iets geweest zijn. Ja, het voelde gewoon heel fijn. Ik voel me heel erg op mijn gemak en heel erg thuis. De behandeling hier bestond uit lichamelijk, dus osteopaat. Die ging naar mijn lichamelijke klachten kijken. De personal coach, Victor. En Barbara, die met mij de emotietherapie ging doen. En ik moet zeggen dat ik die combinatie echt als heel prettig heb ervaren. Ik dacht eigenlijk alleen dat het één wel genoeg zou zijn. Dat je dat niet al zodanig hoefde te koppelen. Maar de combinatie is echt hartstikke goed. Ik heb in die 3 maanden een groei meegemaakt. In eerste instantie voelde het absoluut niet zo. Je gaat heel erg terug naar af, heel emotioneel. Je herbeleeft allemaal emoties. Dus je denkt, jeetje, ik kom er alleen maar slechter uit dan ik hier kwam. Maar in die end, als ik nu terugkijk naar die 3 maanden, heb ik echt een enorme groei meegemaakt. Dingen die niet goed gingen, echt op mezelf. Van ik ben niet goed genoeg. Zie je nou, dit komt omdat ik niet goed genoeg ben. En nu trap ik er af en toe nog wel eens in. Maar ik ben er heel bewust van. En daarna ga ik er heel bewust mee om en probeer ik te voorkomen dat ik weer in die valkuil trap. Ik ben op mijn jonge leeftijd mijn vader verloren en ik dacht dat ik dat allemaal verwerkt had. Maar ik ben daarna heel erg een persoon geworden die alles ging doen om ervoor te zorgen dat er niks gebeurde waar ik geen controle over had. Dit is zo plotseling gebeurd. Dus ik was alleen maar bezig met het plannen en het regelen wat ik in de toekomst aan het doen was en ben. En mijn toekomst is zelfs morgen of overmorgen. En nooit echt aan het leven op de dag zelf. Ik ben heel erg bang om alleen te zijn, doordat mijn vader zo overleden is op zo'n jonge leeftijd en mijn moeder in mijn ogen altijd verdrietig was omdat ze alleen was. Dacht ik ben echt heel bang om alleen te zijn. En uiteindelijk was het een beetje aan het einde van de therapie. Toen zei Barbara, je moet naar Vlieland gaan. In je eentje lekker naar zo'n heerlijk hotelletje heb ik daar voor je, dit en zo en zo. Nou, mijn eerste reactie was, ik ga daar echt niet heen. Ik ga echt niet in mijn eentje naar Vlieland, moet iedereen dan wel niet van me denken. Nou, uiteindelijk, natuurlijk even laten rusten, over nagedacht, ben ik er toch naartoe gegaan. In mijn eentje. En het was heerlijk. Het was echt heerlijk. Ik dacht, ik ben ook gewoon niet alleen. Ik ben wel fysiek alleen, maar in mijn gedachten heb ik heel veel mensen bij me. Dus dat was echt een openbaring. Dat die angst voor het alleen zijn gewoon niet gegrond was. Ja.